met Wallace Fanborn, aangezien dat we maar met drie zijn, wat nogal beperkt is op een podium. Als we live gaan spelen, technisch gezien, zijn er enkele trucjes die we wel toepassen. We zijn heel veel bezig, of ik ben toch binnen Wallace Fanborn heel veel bezig met pitch shifting en octavers, extra laagjes en gewoon meer. En ondertussen doet Ries dat ook. Wat we vaak doen, of wat we geneigd zijn om te doen tegenwoordig, is verschillende versterkers aansluiten voor verschillende frequenties. Dus Dries zal bijvoorbeeld een basamp hebben staan, een oude bassman uit 68, die volledig op hoog staat met heel veel distortion. En dan nog een Ampeg, zo'n 8x10, alles op laag. En die twee kanalen samengepropt vormt zijn hoog en zijn laag samen, wat al wat meer duwt. En als je dan nog met octavers gaat werken, dan heb je nog frequenties erboven, nog frequenties eronder, wat je spectrum nog breder gaat maken, wat nog meer duwt. Ondertussen doe ik dat ook. Dus ik speel op een Orange amp en een Princeton, zo'n klein Fender ampje. Ook op dezelfde manier, een amp met heel veel laag, heel veel midrange en een amp met heel veel hoog, heel veel sparkle. En samen ook geeft dat weer meer een push naar voren toe. En dan heb je Dries zijn sound, mijn sound, allebei met al die octaven. En dat geeft één noot, maar die noot heb je dan wel in elke frequentie. Dus dat is een hele luide noot. Dat helpt.